Het is vandaag 5 december en het Sinterklaasfeest is dit jaar toch een beetje anders dan anders. We kunnen niet zomaar bij iedereen op bezoek komen. En misschien dat je wel een mooi Sinterklaasfeest had gepland met anderen samen. Maar ja, dat kan dit jaar toch eventjes niet. En dat is natuurlijk jammer, hè? Maar gelukkig kan ik u toch eventjes toespreken. En ik ben inmiddels op zo'n hoge leeftijd gekomen dat ik u ook kan zeggen dat na donkere tijden en moeilijke periodes er toch altijd weer licht komt. He? Zeker. Ook moeilijke tijden gaan altijd weer voorbij. Zelfs in donkere tijden kun je lichtpuntjes zien. En wat nog mooier is, je kunt soms zelf ook zo'n lichtpuntje zijn. Sint en Piet, die proberen dat ook samen. Ja. Door bezoekjes te brengen en kinderen blij te maken. Cadeautjes te geven. Maar ook door anderen te stimuleren iets aardigs te doen rond Sinterklaas. Een gedicht te schrijven voor de buurman. Tuurlijk. Ja. Of een surprise te maken voor mensen die je na aan het hart liggen. En zo kunnen we een beetje licht verspreiden in die donkere wereld. Dus ook al zit je misschien vanavond thuis, alleen op 5 december, toch kun je ook nu mensen verrassen door een aardig gebaar te maken. Een telefoontje, een kaartje aan iemand te sturen, misschien zelfs een gedicht te schrijven. En zo kunnen we voor elkaar lichtpuntjes zijn op weg naar Kerstmis. Nou, Sinterklaas en Piet, wensen jullie daarom een hele fijne 5 december. En dat jullie in de komende weken lichtpuntjes mogen ervaren in deze donkere tijd. En misschien nog wel belangrijker, ook lichtpuntjes kunnen zijn. Nou, dag hoor. Dag. Thank you.